Hallo allemaal! Ja, je kent het vast wel, van die mysterieuze figuren op internet. En NickCraftNL Memes is ook zo'n mysterieus figuur. Daarom heb ik 5 geheimen onthuld over NickCraftNL Memes. En dit is nummer 1! Ja, nummer 1, NickCraftNL Memes, die houdt waarschijnlijk van memes. Ja, je zou het natuurlijk helemaal niet zeggen, want zijn naam is natuurlijk zo... Oh, wacht... zijn naam is zo. Misschien klapt deze nog wel. Maar goed, nummer 2. De tweede geheim is natuurlijk dat NickCraftNL Memes, je wist het misschien nog niet, maar hij woont in een huis. En dat huis staat naast de buurman. En die buurman woont in dezelfde straat als NickCraftNL Memes. Niemand wist dit, maar ik wist het wel. En we gaan door naar nummer 3, dames en heren. Nummer 3. Goed, de derde wat ik weet van NickCraftNL Memes is... NickCraftNL Memes heet het niet volledig NickCraftNL Memes. Hij heeft namelijk een hele andere naam in het echt. Maar wat zijn naam is, dat weet ik ook niet. En als ik het wel wist, zou ik het jullie vertellen. Goed, we gaan door naar nummer 4. Nummer 4, NickCraftNL Memes. Misschien wist je het nog niet, maar NickCraftNL Memes heeft 2 handen. Ja, dat is heel bijzonder natuurlijk. Hij heeft een linker... en een rechterhand. Net zoals dit. Dus eigenlijk mijn rechterhand. En dan heeft hij nog een linkerhand. Ongelooflijk. Ik had dat nooit kunnen weten. Goed, we gaan door naar nummer 5. Nummer 5 is dat NickCraftNL Memes waarschijnlijk werk heeft of naar school gaat. Ongelooflijk. Dat heb ik nooit geweten. Nou, dit waren mijn 5 onthullingen van NickCraftNL Memes. Als je het nog niet wist, zou ik zeggen, geef dan een blauw duimpje omhoog. Ik zou zeggen, geef deze video natuurlijk niet serieus, was helemaal niet serieus bedoeld. Het is natuurlijk een sketch. Geef dan een blauw duimpje omhoog, abonneer naar Konijn 5. Ik wil NickCraftNL Memes er wel even bedanken voor de leuke banner en profielfoto die hij gemaakt heeft. Dat is natuurlijk geen geheim. Maar dan moest even wat ik zeg. Tot ziens. Doei.